Journalisten krijgen inzicht in grondenrechten. ILO geeft trainingen aan stakeholders. En Suriname geeft invulling aan Parijsakkoord met Climate Change Program. Het Amazon Conservation Team, ACT, wil bekendheid geven aan de benadering van het grondenrechtenvraagstuk van inheemsen en Marons in Suriname. In een tweedaagse trainingssessie zijn journalisten en mediawerkers geïnformeerd over het grondenrechtenvraagstuk. Amazon Conservation Team, ACT, wil journalisten helpen om het grondenrechtenvraagstuk beter te begrijpen. De Amazon Conservation Team is een organisatie, dus wat ik heb begrepen, die zich beijvert voor inheemse volkeren in Suriname. En zij hebben mij benaderd om een trainingsmodule klaar te maken voor journalisten. Wat ze daarmee willen beogen met die training is dat de journalisten geïnformeerd worden over de rechten van inheemse en tribalen, maar in het bijzonder over hun grondrechten. Met de bedoeling dat goed geïnformeerde journalisten ook beter dat onderwerp kunnen verslaan. Vandaag hebben we gesproken over het internationaal concept over indigenous rights. Waarom internationaal men tot het besef en tot het besluit gekomen is dat inheemse volkeren en tribale volkeren bescherming behoeven en dat hun rechten erkend moeten worden. We hebben verschillende theorieën behandeld, onder andere het beginsel terra nullius hebben we behandeld. Wat houdt dat in? Terra nullius beginsel in het kort voor de niet-juristen. Het terra nullius beginsel is eigenlijk een juridische beginsel dat voornamelijk door de Europeanen werd gehandhaafd om de wereld te verdelen. Dat is mijn analyse daarvan. Land zonder eigenaar. Dus gebruikmakend van dat beginsel hebben Europeanen, Afrika en alle andere werelddelen gekoloniseerd. Benadering van grondrechten, een beetje meer bekendheid te geven in Suriname. En we hebben dus nu de journalisten uitgenodigd als aftrap, als het ware. Omdat zij een heel belangrijke rol spelen in de discussies hierover. Vooral in het licht van het feit dat het nu werkelijk op de publieke agenda is. De overheid doet er wat mee nu. Een paar dagen geleden, als ik het goed heb, heeft de president in het kader hiervan toch een verklaring getekend met mensen in Redi Doti. Het parlement is ermee bezig geweest. En het ministerie van RO gaat ermee bezig zijn. Dus vandaar dat Amazon Conservation Team Suriname het initiatief heeft genomen om de journalisten te helpen. Om het vraagstuk wat beter te begrijpen. Omdat het nogal complex is, juridisch complex is. En meneer Missijan heeft een fantastische job gedaan om die complexiteit helemaal weg te halen en te gaan naar de belangrijkste bouwstenen van het denken over de grondrechten van inheemse en tribale volkeren in de hele wereld en wat dat betekent voor Suriname. Het gaat in principe wel over inheemse en Marons en ik zelf ben een stadskriool, maar het is op zich een interessant onderwerp omdat je ook je weet bepaalde dingen wel, maar de fijne van de zaak leer je tijdens zulke trainingen en het is echt heel interessant. Deze training gaat sowieso een bijdrage kunnen leveren aan mijn werk om beter informatie te kunnen verschaffen aan de samenleving, zodat men weet wat er allemaal speelt, met welke obstakels zowel de tribale volken als de inheemse volken, zowel de regering allemaal meemaakt. Dus het is goed om de zaak van beide kanten te leren, om het zo te zeggen. Voor mij is het juridische kant ingewikkeld hiervan, want we merken dat in de wet de mensen worden beschermd, maar tegelijkertijd zijn er ook hiaten in de wet die eigenlijk de mensen ook tegenhouden om hun rechten te kunnen ontlenen aan het stuk grond waar ze wonen. Deze training zal zeker een bijdrage leveren aan de manier hoe ik mijn werk doe en hoe ik mijn artikelen schrijf, vooral tot wanneer het komt tot dit onderwerp, omdat op deze training heb ik geleerd waarmee we rekening moeten houden. Dus eerst volgende keer wanneer er een activiteit is hierover, dan kunnen we de mensen ook met de feiten slaan. Maar hoe staat het met, bijvoorbeeld we kunnen de overheid zeggen, maar hoe staat het met deze wetsartikelen? Wanneer komen veranderingen? Het domeinbeginsel is één van ze. We hebben verschillende beginselen waaraan we moeten gaan werken. Dus heel veel rekening houden en we moeten ook belangrijk om de mensen
hun rechten gaan erkennen en we moeten in overleg gaan treden. Dat is de rode draad die ik hier heb. Als er overleg is, dan komen we tot de oplossing. Wanneer we in Suriname zeggen van rechten worden geschonden van inheemse en Marons, plaats het naast een situatie van een Latijns-Amerikaans land. Dan ga je zien dat de situatie in Suriname heus niet zo erg is. En ik kan mij wel die vrijheid nemen om deze uitspraak te doen. Omdat ik reeds 20 jaar bij deze aangelegenheid ben betrokken. Zowel in Suriname als in het buitenland. Maar het is nooit genoeg. We moeten hard werken. Belangrijk is dat er overleg moet worden gevoerd. En dat het overleg binnen een bepaald kader moet worden gevoerd. En daarvoor heb je die zogenaamde, dat zogenaamde FPIC-beginsel dat als leidraad dient. Dat als leidraad dient voor de wijze waarop overleg moet worden gevoerd. ACT hoopt dat met deze trainingen journalisten en mediawerkers geïnspireerd raken om het grondenrechtenvraagstuk constructief te benaderen. Het ministerie van Arbeid zet weer een stap voorwaarts naar verbetering van de dienstverlening van de dienst der arbeidsbemiddeling. Op verzoek van het ministerie van Arbeid zijn enkele experts van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, naar Suriname gehaald om gerichte trainingen te geven aan medewerkers van het ministerie. En ook het bedrijfsleven en de tripartite partners. En we hebben ook in ons midden een afgevaardigde van de universiteit. En waarom voor deze partners is dat we weten dat binnen arbeid wij beleidsmaatregelen tripartiet moeten samenstellen. En dat we ook de input nodig zullen hebben van de twee andere partners, in het bijzonder bedrijfsleven en de vakbeweging, waardoor we dan gezamenlijk met een actieplan kunnen komen. Wat aan de orde gekomen is hoe men moet handelen wanneer een werkzoekende binnenkomt, aanmelden, dat is een deel daarvan. En ook de rol van het bedrijfsleven, de rol van de vakbeweging. En dat eigenlijk men ook naar innovatieve manieren moet gaan uitzoeken, gaan uitvinden om de werkwijze eigenlijk te verbeteren. En dat men hun verantwoordelijke, dat is heel belangrijk, de samenwerking eigenlijk tussen de drie partners. En dat men dan niet zich afvraagt, wat is mijn rol bij deze? Terwijl we hier dan gezamenlijk gaan brainstormen. De ILO-training moet handvatten aanreiken aan de dienst der arbeidsbemiddeling om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Heel belangrijk is eigenlijk dat de awareness van onze dienst, want door de tijden heen zien we dat de bekendheid van de dienst eigenlijk steeds aan het verminderen is. En dat zien we ook op basis van de registraties die binnenkomen. En om dat aan te wakkeren, dan hebben we dan gepoogd om deze sessie te doen, waardoor nu de partners echt zich van bewust kunnen zijn dat de dienst er is, dat de dienst nog bestaat en dat wij die dienst willen gaan upgraden, gaan upliften, waardoor nu naar de werkzoekenden en de bedrijven met hun vacatures, dat men dan eigenlijk weet van dat wij er zijn en dat wij vooral de dienstverlening gratis verlenen. De dienst der arbeidsbemiddeling helpt werkzoekenden te komen aan een baan. Elke werkzoekende mag bij ons komen registreren en elk bedrijf mag hun vacatures bij ons deponeren. Dan hebben we nu als taak om dan die matching te doen van welk werkzoekende zich past aan de profieleis van de werkgever. En dan hebben we nu als taak om die twee bij elkaar te brengen en waar nodig, wanneer we zien dat de werkzoekende bepaalde skills ontbreekt op wat capaciteiten, dat we ervoor zorg kunnen dragen dat zij die nodige skills gap eigenlijk kan verminderen door eventueel trainingen die verzorgd kan worden door onze werkarmen, waaronder de SAO, SPWE en SATTC. Men moet slechts maar komen aanmelden bij ons aan de Weidestraat nummer 52 bij de afdeling dienstdirecte bemiddeling. Men moet gaan registreren. En van daaruit worden ze geholpen van het proces van de registratie tot eventuele plaatsing. Dan wordt de werkzoekende door de consulente van de directe bemiddeling geholpen, geassisteerd.
En tevens wordt er ook dan geholpen hoe te solliciteren. En middels de behandeling van good practices tijdens de trainingen kon het personeel inspiratie putten om zaken anders aan te pakken in het belang van zowel werkzoekenden als vacatureaanbieders. Vandaar dat wij ook de taak hebben om die eventuele trend te volgen en vanuit de arbeidsmarkt ook een overzicht hebben waar we moeten gaan inspelen. Als we zien nu dat de trend naar een bepaalde sector heel groot is, maar het aanbod is heel laag, maar als we zien van dat bedrijven bepaalde vacatures hebben en wat de werkzoekende niet beschikt, de competenties, dan moeten we ook ervoor zorgen van dat wij die eigenlijk, heb ik zoals eerder aangehaald, die skills gap eigenlijk moet gaan verkleinen, waardoor dan men eigenlijk marktconform die trainingen kan volgen. Suriname is het Japan-Caribbean Climate Change Project aan het uitvoeren. De tweede stakeholders-consultatiebijeenkomst is onlangs gehouden in het Marriott Hotel. Het Japan-Caribbean Climate Change Project maakt het mogelijk voor Suriname financiering te krijgen om projecten uit te voeren in het kader van klimaatverandering. Een van de activiteiten die we uitvoeren onder dit project is dat we voor Suriname een eerste NAMA gaan maken. En een NAMA, dat is ook weer een andere afkorting, het staat voor een Nationally Appropriate Mitigation Action. Onder het klimaatverdrag wordt er van landen gevraagd, ja, onder de Parijs-overeenkomst waar Suriname laatst ook Duits toegetreden, wordt van ons gevraagd dat wij als land ook kijken hoe wij uitstoot kunnen vermijden. Uitstoot van broeikasgassen kunnen vermijden. Ja, natuurlijk is Suriname geen grote uitstoter van broeikasgassen. In principe zijn we wat ze noemen carbon sink of carbon negative. We stoten eigenlijk, we nemen meer op dan we uitstoten. Desalniettemin heeft elk land de verplichting, en ook Suriname. Verder is er dus gekozen voor een onderwerp. Een onderwerp waarop we willen focussen in de NAMA. En dat is dus hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie voor de gebieden in het binnenland. En dit is heel interessant omdat het voor ons minder gaat om het verminderen van uitstoot. Omdat uitstoot, zoals ik al zei, niet ons grootste probleem is. We zijn geen grote uitstoter. Maar het geeft ons wel een kans, de mogelijkheid om middels deze NAMA, middels dit document dat we gaan produceren, financiering te krijgen om een aantal van onze ontwikkelingsdoelen te realiseren als land. En een van de doelen die wij gesteld hebben is elektrificatie van de gebieden in het binnenland. Dus dit is een hele mooie manier om op internationaal niveau financiering hiervoor te krijgen. Maar er zijn een aantal zaken die je moet doen. En vandaag waren we dus hier. Dit was een van de stappen. Er is een conceptrapport geschreven, een conceptnama document geschreven. En dat hebben we hier gepresenteerd vandaag aan de stakeholders en ieder die daar een bijdrage aan levert. Het NAMA document is een project dat wordt gefinancierd door het Japan Caribbean Climate Change Program om Suriname te helpen lichtmotoren te vervangen door hernieuwbare energie, waaronder zonnepanelen. In deze NAMA is er heel specifiek gekozen vanuit het ministerie van RO, zijn er in hun ontwikkelings- of in hun beleid en in hun strategie voor ontwikkeling van het binnenland, praten ze over groeipolen. Ze hebben er 4 groeipolen en dit NAMA-document heeft zich gericht op 2 van die groeipolen, namelijk Sneesikondre en Stoelmanseiland. Het is dus de bedoeling dat als wij zo ver zijn dat wij dit document kunnen indienen, dat wij dus financiering kunnen krijgen om alle studies en voorstudies die gedaan moeten worden te kunnen doen om hernieuwbare energie als energiebron te kunnen brengen naar deze 2 gebieden. Het is dan de bedoeling dat als dit natuurlijk goed gaat, want je begint met
pilotprojecten natuurlijk, dat je dit kan herhalen voor andere delen van het land, andere gebieden. Bepaalde zaken zijn duidelijker geworden. Waar ik in eerste instantie had gedacht dat met de voltooiing van een goede, zoals men zegt, factemo solide en robuuste namen, dat dan alles in kan en kruiken zou zijn, bleek dat eigenlijk de namen eigenlijk maar een deelfinanciering voor zorg. Maar dat je voor de implementatie zelf van het geheel nog meerdere financiers nodig zal hebben. Dus dat was in eerste instantie niet zo duidelijk voor mij. Vandaar dat ook mijn opmerking was aan het van dat ik heel enthousiast kwam. Ik dacht de tweede meeting, we gaan spijkers met koppen slaan. De NAMA is al in drift af. Dus we gaan kijken waar we moeten sleutelen. Om dan binnen die 3-4 jaren tot een volledige implementatie te komen. Er wordt best veel van je geëist als land. En het lastige is dat er eisen gesteld worden voor bepaalde zaken die waar wij in Suriname gewoon niet zo goed in zijn. Zoals bijvoorbeeld data. Als je wil weten hoeveel je gaat, bijvoorbeeld hoeveel uitstoot je gaat verminderen, dan moet je eerst weten hoeveel uitstoot heb je. En het is, dat is toch wel een van onze zwakke punten als land, dat wij dus minder goed zijn in het verzamelen van data. Dus het is niet zozeer moeilijk. Men houdt het zo laagdrempelig mogelijk. Maar het is wel zo dat het bepaalde eisen stelt. En aan sommige dingen daar moeten wij nog aan werken als Suriname. Zoals bijvoorbeeld data. Met de uitvoering van het Japan-Caribbean Klimaatveranderingsprogramma geeft Suriname invulling aan het Parijsakkoord. Het Parijsakkoord vraagt landen om maatregelen te treffen om de opwarming van de aarde in te dammen. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.